Eerste training vandaag, een behoorlijk grote groep, maar de vraag die in heel Utrecht leeft, komt er nog wat bij? Bedoel je een grote groep mensen die hier staan te kijken? Of? Een grote selectie? Nee, dat snap ik. Nee, we zijn heel tevreden met de groep. We wilden met een sterke en brede groep willen beginnen aan het seizoen. We spelen al heel snel spelen we weer een aantal belangrijke wedstrijden. En dat deze groep op het veld staat, daar zijn we trots op. En ja, we gaan de komende voorbereiding gaan we bekijken hoe alles zich ontwikkelt. En zoals je weet houden we altijd onze ogen open. En mochten de kansen zich voordoen, dan zullen we dat niet nalaten. Maar de insteek is het wel om met deze groep het seizoen in te gaan en het daarmee te doen. Want aan het eind van vorig seizoen werd er nog wel gezegd van ja, we moeten eigenlijk wel echt een centrumspits die er gewoon 15 inknalt. Krijgen dan toch spelers als Baerbeck, Dessers, Mackinock gewoon de voorbereiding om zich te bewijzen? Nou goed, hebben we voldoende opties en die krijgen daarin de kansen en het vertrouwen. En als je kijkt naar de voorhoede met Kerk, Patrick Joosten, net wat je zelf al zegt, met Baerbeck, met Cyril Dessers, een Mackinock die er weer aankomt. Maar ook een Abbas die we natuurlijk hebben gehaald om te versterken. We moeten ook niet vergeten dat we een aantal jongens hebben die ook in de voorhoede kunnen spelen. Zoals een Sander van der Streek en dan vergeet ik er misschien nog wel een paar. Maar wat dat betreft... hebben we voldoende opties en goede spelers om het seizoen in te gaan. Aan de andere kant, wordt er nog aan spelers getrokken ook? Ja, er wordt zeker aan spelers getrokken. Kijk, op het moment dat je succes haalt met een ploeg, dan is dat altijd zo dat de spelers in de belangstelling komen. We weten ook dat FC Utrecht ook leeft op transfers en dat we die ook moeten maken om gezond te blijven. En je mist een speler en dat is Nicolas Gavory. Daarmee hebben we overeenstemming met een club in het buitenland. En hij heeft nu 2 dagen gekregen om met de club tot een persoonlijk akkoord te komen. Maar dan, uiteraard wil je die groep zoveel mogelijk bij elkaar houden, maar we weten ook dat we transfers nodig hebben en dat we dan dit ook alweer heel in een snel stadium ook weer kunnen realiseren, geeft ook weer heel veel rust voor de club. Dat Gavory afwezig was, dat had ik ook al opgemerkt, maar ik hoorde ook dat hij in het UMC was vrijdag, maar dat was dan voor een medische keuring waarschijnlijk. Nee. Alle spelers die zijn al 2 dagen eerder gestart met de voorbereiding om testen en eigenlijk medische testen af te nemen. En op dat moment was het nog niet in de eindfase van de onderhandelingen, dus liep hij mee in het programma. Maar op dit moment is hij onderweg naar het buitenland om daarin tot een persoonlijk akkoord te komen. Kun je al een tipje van de sluier oplichten welke club het is of welk land? Nee, dat ken ik niet. Oké. Hey, en de tegenstanders in de Europa League, Bosnië en Noord-Macedonië. Hebben jullie al een beetje een kijk op welke van de clubs Utrecht het beste ligt, om het zo te zeggen? Nou ja, vanaf het moment dat wij weten wie een van de tegenstanders gaat worden in de tweede ronde van de UEFA Cup. Daar zijn we natuurlijk ons volledig gaan concentreren om zoveel mogelijk informatie op te halen. Ja, daar zijn we druk mee bezig. En we zullen ook de tegenstanders gaan bekijken uiteraard op het moment dat ze tegen elkaar spelen. Dus dat is ook aan de staf om daar zoveel mogelijk informatie over in te winnen. Maar we zullen ons goed voorbereiden. Nu ken ik ook wat mensen bij FC Utrecht op kantoor en die hebben mij verteld dat eigenlijk vanaf het moment dat bekend werd dat John van der Brom de nieuwe trainer werd, hij een paar keer per week in het stadion was. Wat bespreken jullie dan op die momenten? Ja, we bespreken heel veel en we hebben natuurlijk dagelijks contact. En dat contact was al heel intensief inderdaad vanaf het moment dat hij had getekend. Om gewoon alles door te nemen en ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende seizoen. Nou goed, dat hebben we gedaan en vandaar ook dat we al een aantal versterkingen heel vroeg hebben kunnen halen. De selectie eigenlijk compleet hebben, heel veel vertrouwen daarin hebben. Daarmee de voorbereiding en het seizoen ingaan. En dan zullen we kijken hoe de dingen zich ontwikkelen en eventueel misschien nog een versterking erbij komt. Of dat we het gewoon bij deze groep laten. Ben je blij dat het vandaag begonnen is? Ja, heel blij. Zeker als je kijkt naar het einde van het seizoen. Er is echt een soort van positieve vibe ontstaan rondom de club. Wat geweldig is. En als je dat ook ziet, zeg maar, hoe dat zijn weerslag geeft op de supporters. Die in grote getalen naar de eerste training komen. De sfeer die er is. Ja, iedereen kan eigenlijk niet wachten totdat de eerste wedstrijden gaan beginnen. En dat geldt ook voor mij. Dankjewel. Okay.